heb echt de hele dag de telefoon in de gaten gehouden om te kijken of het inderdaad doorging. Ja, dat is meer dan die 30 die zijn aangekondigd. Dus we hebben voor vandaag officieel ontheffing gekregen van de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Apeldoorn. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Maar we snappen natuurlijk ook het grotere belang en de ingewikkeldheid van de afwegingen. Gelukkig mag het. Het is natuurlijk bizar allemaal. Van uur tot uur vragen we ons een beetje af wat kan nog. Maar vanavond mag het. En ik hoop natuurlijk niet dat het de laatste is. Later deze week moeten we meer horen. En ik hoop oprecht dat wij gewoon door kunnen gaan. Want we hebben een hoop artiesten staan de komende tijd. Die willen dolgraag optreden. Het is echt veilig. En je merkt ook dat mensen echt kunnen genieten. Zonder dat ze de hele tijd om zich heen moeten kijken van oh, is het wel veilig? Het is de eerste keer voor mij. Dus ik dacht ik wilde wel eens meemaken hoe het gaat. Het is wel even anders. Ik ben blij dat het kan, maar het is niet erg gezellig. Ik bij de Generations, dus de jazzvoorstellingen. Dat leek net een beetje een feest wat niet op gang wou komen, zeg maar.